Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Papa zijn strooien roept en maar haar poesje voor de dag. De meisjes maken stijve plafondjatjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om 5 uur 's morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het vaartje, hoor, en pa die zegt dan nu verkeer. Zandvoort. Mama zegt dat er man een oude zijzerslijmer is. En dan roept zij uit, dan kind, de zee is hier zo fris. Ze plaster deelt met brede zwier haar vaaier op hem op. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn ogen. Ga naar Zandvoort. Ja, lieve luisteraars, we zijn weer rechtstreeks verbonden met studio hier in het Gasthuisplein in Zandvoort van het programma ZFM Oud Zandvoort. Hartelijk welkom hier de mensen in Zandvoort en de wijde omgeving, tot zelfs het buitenland naartoe. We hebben een bijzonder onderwerp vanmorgen, vanmiddag moet ik zeggen, de drukkerij van Petergem. Maar tegenover me zit Cor Draaier. Goedemorgen, Cor. Ja, goedemorgen, Pieter. Heb je weer leuke muziek uitgezocht? Ik heb hier wat leuke nummers uitgezocht. Ja. Fijn, ben ik erg blij mee. Ik ben blij dat jij er weer bent. Ja, en dat we samen dit programma kunnen doen. Ja, is altijd zo'n samenwerking, dat gaat altijd goed. Hè? Dat is... Precies. Lieve mensen, er zit nog een bijzonder mens tegenover me. En heel Zandvoort, die kent hem. Als ik zeg Tom, dan zegt iedereen meteen, oh, Tom de Rode. Ja, inderdaad. Tom de Rode zit tegenover me. En het is niet zomaar, want we gaan praten dit uurtje over de drukkerij van Petergem. In een bijzonder pand en een bijzondere geschiedenis. En wie zou deze geschiedenis beter weten dan Tom de Rode? Welkom, Tom. Welkom, Pieter en Cor. Tom, we gaan eventjes beginnen met de geschiedenis van de drukkerij. Als ik het een beetje nagezocht heb, dan moet rond 1900x... 1921, ja. Zijn ze begonnen aan de Duinstraat. De familie van Petergem. Ja. Even, waar moet ik me dat voorstellen voor de mensen die niet zo bekend zijn met straten? Waar ligt die Duinweg? De brandweergarage. Ja. En dan het eerste straatje, als je van de Hogeweg aankomt, heb je rechts de brandweergarage. En het eerste straatje aan je linkerhand is de Duinweg. En daar lag het op het hoekje? Op het hoekje. En daar begon de familie van Petergem? Ja, ze begonnen daar met een... de vrouw begon eerst, want hij werkte nog op een andere drukkerij, bij drukkerij Saaf. Die moet je ongeveer positioneren op de Oranjestraat, die kant op, heb ik me altijd laten vertellen. En zijn vrouw begon daar met een boekhandeltje, tekenspullen. En naderhand hebben ze een klein persje gekocht. En toen is hij daar een beetje gaan drukken. Maar dan op een gegeven moment gaat hij over naar de Engelbertstraat. Want Saaf die bleek daar op een gegeven moment ook een drukkerij te hebben. Ja. En die stopte ermee. Ja. Die stopte ermee. Toen is hij daar zelf voor zijn eigen begonnen eigenlijk. Even de meneer van Peter, hij heette Volkert. Ja, Volkert Jan. Fok, afgerond. Ja, afgerond Fok, ja. En in de Engelbertstraat, die Engelbertstraat kennen we tegenwoordig, maar dat was vroeger kennelijk een hele andere Engelbertstraat. Ja, dat moet je ook weer zien. Achter Hotel de Ronge of zo. Er was een duintje. Ik heb wel oude foto's ervan gezien. En daar was de boekhandel en de drukkerij.
En een bibliotheek zo. En een bibliotheek, ja. Ze waren een van de eerste bibliotheken daar ook. Heel opmerkelijk. Ja. Daar is de drukkerij in feite dus begonnen en groot geworden. Van Petergem. Ja. Waren er meer drukkerijen in Zandvoort? Ja, ja, het is Frans van Deurzen had je. En je had de Zandvoortse krant, hè, van toen van Gertenbach. Ja, Gertenbachs drukkerijen. Maar ja, jullie hadden de Zandvoorts Nieuwsblad. Wij hadden het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat kwam dus ook bij Frans van Deurzen vandaan. Ja. Want die stopte er een gegeven moment mee. Toen heeft de heer Kees Kuiper heeft die krant overgenomen. Maar ja, Frans kon hem niet meer drukken, want het werd te intensief. En toen zijn ze dus is hij met de krant overgeheveld naar het drukkerij van Petergem. Die was toen al op het kerkpad Kerkstraat. Ja, want in de oorlog werd die Engelbertstraat, alles werd afgebroken. Ja, alles werd afgebroken. Dus jullie moesten naar een nieuw pand. Ze moesten naar een nieuw pand. En dat werd het pand Kerkstraat 26 of 28. Ja. En in de achtertuin de drukkerij. In de achtertuin, eigenlijk in de slaapkamers van het achterhuis. Daar, het waren vroeger allemaal kamers. De zetmachine en waar de boeken gekaft werden en de administratie, dat was in het klein kamertje. En dan had je door een gangetje heen, kwam je dan in de zetterij waar de opmaak was en dergelijke. Tom, dat pand, Kerkstraat 28, Kerkstraat 28, dat pand, dat heeft een hele bijzondere historie. Ja, dat is een heel bijzonder pand geweest, want daar hebben diverse gemeentelijke instellingen ook in gezeten. Ik heb begrepen dat het is begonnen als in rond 1900 als postkantoor. Als postkantoor, ja. Heeft daar gezeten. Ja, dat heb ik ook gelezen. En daarna is na het postkantoor is de politie erin gekomen. De politie is erin gekomen. Met een hoop mensen. Dat zal wel, want het zal wel druk geweest zijn. Volgens de historie had Zandvoort 1 inspecteur en 2 veldwachters, waarvan de 1 als bode fungeerde op het gemeentehuis. Ja. Er was een hoop te doen in Zandvoort. Ja, het was natuurlijk. Kijk, ik heb altijd begrepen, het drukste was als de vissers thuis waren. Dan gingen de jongens een borreltje waarschijnlijk bij het wapen halen of bij Dappere Kees in de buurt. En dan waren ze wel eens opstandig, heb ik wel eens begrepen. Heerlijk. En daarna is het ook nog een keer een kantoor geweest waar jouw zetmachine stond van de gemeentelijke ontvanger. Die heeft er ook gezeten, zijn kantoor gehouden. Ja. Die was tevens hoofd van publieke werken. Zou dat na de oorlog geweest zijn? Dat is voor de oorlog, geweest. Oorlog. En die had 2 medewerkers, publieke werken. 2 timmerlui. Ja. Dat is nu wat groter geworden. Ja, dat is nu groter geworden. Nu hebben ze nog maar 1 timmerlui. En het schijnt dat ze publieke werken ook 2 paarden had. Ja. Dat heb jij later nog een keer uitgevonden. Ja, ik wist dus van mijn vader dat daar ook de gemeentelijke remise heb gezeten. Ja. Want mijn vader die is daar geboren in de Zuidbuurt. Bakkerstraat, Kerkpark, tegenover. Allemaal in de Zuidbuurt. Ja. En wij moesten een keer een nieuwe riool werd er aangelegd door de firma Koning. Maar de jongens moesten helpen om het gat te graven. Er kwamen allemaal gierputten tegen. Dus beertjes van waar vroeger de paarden gestaan hadden om de plas en zo af te voeren. Dus het is waar. Ja, ze hebben 2 paarden daar gehad. Ze hebben daar paarden gehad, ja. Ja, ja. Dat we gaan even naar de muziek. Ik zou 100 willen worden, alleen maar om te zien of de rondvaartbootjes komen op de maan of Venus misschien. Ik zou 100 willen worden, alleen maar om te zien of de kinderen van jouw kinderen net zo mooi zijn als jij, of mooier misschien. Ik zou 100 willen worden, om erbij te mogen zijn, als de metro van Rotterdam eindigt op het Rembrandtsplein. Ik heb een meisje gezoend, nog bij gaslicht op straat, en Caruso gehoord op zijn eerste plaat. Ik
heb de postzegel thuis met Willemientje erop. 18 jaar oud, een koningin in de dop. Ik zag het wonder op de straat toen er asfalt kwam. Ik heb om het orgel gedanst bij het paleis op de Dam. Maar ik zou 100 willen worden, alleen maar om te zien of de Russen en de Yankees naar de maan gaan of verder misschien. Ik zou 100 willen worden, alleen maar om te zien of de oudste van jouw jongste met hun mee zal gaan of bij jou blijft misschien. Ik zou 100 willen worden, al was het maar voor de pret, als de tunnel van Amsterdam klaar was voor het zesde net. Ik heb de tijd nog gekend dat de radio kwam, de trekschuit net niet, wel de paardentram. Ik heb mijn bed niet gezien, ik hield mijn ogen niet droog. Toen Lindbergh destijds de oceaan overvloog, bij de eerste Tour de France stond ik vooraan. En ik heb aan de wieg van de film gestaan. Ja hoor, ik zou best 100 willen worden. Jazeker. Al was het alleen maar om te zien of er rondvaartbootjes komen. Ja, op de maan of op Venus misschien. Weet je veel? Ik zou 100 willen worden, om erbij te mogen zijn, als de metro van Rotterdam eindigt op het Rembrandtsplein. Lekker hoor, dat is het. Dit was Tom Manders, dus een keertje ja, als Doris, maar dan ik zou 100 willen worden. Ik dacht, ik doe eens een keer een nummer wat niet iedereen kent van Tom Manders. Nee, en lekker rustige muziek om erin te komen. Ja, dat moet altijd, hè. Ja, geweldig, Cor. Lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Tom de Rode over de historie van de drukkerij van Petergem. En we hebben in een eerste blokje met Tom zitten praten over wanneer is het allemaal begonnen. Nou, dat is 1921. En vervolgens zijn ze naar een pand gegaan aan de Kerkstraat 28. Een heel historisch pand. Het staat er nog steeds. En daar zat vroeger het postkantoor in en daarna het politiebureau en daarna publieke werken en zelfs paarden in de achtertuin. En Tom heeft medegedeeld dat dat juist is, want hij heeft de gierputten een keer opgegraven waar die paarden dan hun behoeften in deden. Dat zit allemaal onder de drukkerij. We gaan in het volgende blokje gaan we praten over, ja, nu de achterkant. Niet de Kerkstraat, maar het kerkpad. Maar vroeger waren die strijkjes zo klein, Tom, er hingen helemaal geen naambordjes. Nee. Hoe kondig je dan aan waar je naartoe moest? Nou ja, er zaten dus diverse figuren in het dorp. Die dan, de dokter zat daar bijvoorbeeld. Kon je achterom bij de dokter. Wacht even, er zat dokter Gerke op de hoek. Dokter Gerke zat op de hoek. Van de Poststraat en de Kerkstraat. Ja, en daar achterom was het kerkpad. Dus dat paadje omhoog, waar je nu, als je dus de kerk, met je rug tegen de kerk staat, krijg je een klein duintje omhoog. Dat werd het duintje van de dokter genoemd. En daar was tevens de ingang naar de praktijk van de dokter. Ja, daar achterom. En als je dan een stukje verder omhoog liep, dan kwam je bij de drukkerij terecht. Dan kwam je daarna bij de drukkerij terecht, ja. Maar naast jullie zat Albert Heijn en die kocht ook allerlei plekjes op in die kerk, in het kerkpad. Ja, in de eerste instantie zaten ze dus gewoon achter het huis, ja, bij de Kerkstraat. Maar er was een grote tuin. Daar stonden de kolenbakken, daar stond het hout, ja. Want er werd ook nog wel eens gejut door de jongste zoon van Petergem. Ko, dat was een oude jutter. En als hij dan wat hout had, dan werd het daar een beetje weggesjoemeld. Hoe bedoel je? Nou ja, toen we de krant drukten, kwam Piet van der Meij elke week het hoogwater brengen. Ja. Het hoogwater brengen, het stukje wat hij uitgerekend had met de tijden voor het hoogwater ook
hè, zoals het nu ook weer is, voor de garnalenvissers langs de kust om te kijken of het laag water wordt. Eigenlijk en, zit je hier op te springen, want ja, de vrienden gaan zo meteen garnalen vissen. De vrienden gaan zo meteen garnalen vissen, dus ik moet me na ene weer melden. Ja. Maar om even op die achtertuin terug te komen, daar stond dus allemaal hout wat er toen aangespoeld was, allemaal van dat mijnhout. En Piet van der Meij kwam en die zei die, Fok, wat is dat? Ja, dat heeft mijn zoon er neergezegd. Dat gaat wel weg. Nou, ik zal het dit keer door de ogen zien. Maar de volgende keer wil ik het niet meer zien dat hier hout is. Want hout, want hij was tevens strandvonder, moest bij hem gebracht worden. Ja. Maar ja, dat werd niet gedaan. En dat deed niemand in zijn antwoord. Nee. Dus, en daarachter stond nog een huisje. En daar heeft de eerste grote pers, na de oorlog, is daar een grote pers neergezet. Een Heidelberg. Nou, dat was een Johannesberg. Een Johannesberg. Ja, het was wel Duits, maar dat was toen nog een Johannesberg. Want ja, Heidelbergen, dat was natuurlijk heel erg duur. Ja. Ja, dat waren de Mercedes onder de drukpersen. Ze draaien nog trouwens. Maar die werd daar gestald. En dan moest je dus met je vormen oversteken van de pers naar de opmaak naar het andere huis. Dus liep je even door de tuin heen. En dat is in 1955 is dat gesloopt. Dat eerste stuk. Toen heeft Albert Heijn daar een winkel gemaakt. Die heeft de grond gekocht en die kon die winkel dan recht naar achteren trekken. En in 1957 is het laatste stuk van de tuin verkocht. Aan jullie? Aan Albert Heijn. Ja. En daar heeft hij dus die uitbreiding gedaan, waar nu dus Brossois helemaal zit. Ja, dus ja, dat ja, ja, krijg je die grote muur. En dan had je de ingang van de drukkerij, die er nog zit daarnaast. We praten over de periode tot 1957. Ja, dat wie werkte eigenlijk toen allemaal in de drukkerij? Nou, in de drukkerij werkte toen nog de oude baas van Petegem, Fok. Fok, ja. Eli, zijn zoon. Ja. Co. En ik ben in 58 daar begonnen. Toen was je 14? Toen was ik 14, ja. Nou ja, het was aan de overkant natuurlijk. Het was aan de overkant, dus ik kon zo uit mijn bed naar beneden rollen. Ik had wel een kaart van de gemeente nodig, omdat ik nog 14 was, een dispensatiekaart. Want ik werd in oktober, zou ik 15 worden. En dan mocht je gaan werken, mits je een kaart had dat je aan het leerlingenstelsel meedeed. Dat was dan één dag in de week naar school en de rest van de week werken. En je ging op voor drukker. Ik ging op voor zetter. Zetter? Zetter. Dat is heel iets anders. Dat is heel iets anders dan drukker. Wat is het verschil? Een drukker staat aan de drukpers. En de zetter die zorgt dat de drukpers gevoed wordt. Die maakt, die zetten de advertenties in elkaar. Die zetten het platwerk zoals wij het noemden. Het leeswerk voor de kranten. En dat werd op de zetmachine gedaan. Dus eerst werd je handzetter. En daarna kon je doorstromen naar machinezetter. Even de familie van Peter. Je zegt Fok van Petegem, twee zoons, Ellie, ja, en Co. En je had nog één zoon, dat was een zeeman. Dat was ook, die heette ook Fok. En die is in Valparaiso uit de mast gevallen en die is overleden daar. Oh. En dan had je nog twee dochters, Marta en Rietje. En Rietje is de enige die nog leeft. En die stond in de bibliotheek, annex, kantoor, boekhandel en dergelijke. Ja, dat was eigenlijk Marta. En Rietje die sprong dan bij. Er is ooit een keer een verhaal geweest dat als ik loop door de Kerkstraat en dan kijk naar die winkel van Petegem, dat er buiten allemaal pakken kranten lagen en dergelijke en dat er een harde wind was en toen heeft mevrouw van Petegem daar een steen op willen leggen dat die kranten niet wegwaarden, alleen ja, dat is een beetje vies een steen, dus die had hem keurig netjes in pakpapier ingepakt met een touwtje eromheen. Dat klopt, dat was een soort cadeautje, dat lag er bovenop. Ja. En nou ja, toen was er ook al een klein beetje van, hé, daar ligt een pakje, zal ik dat meenemen? En die heeft dat pakje meegenomen. Maar ja, waarschijnlijk toen hij het uitpakte, ontdekte hij dat daar een steen in zat. Maar leuk, dat was gewoon om de krant op zijn plaats te houden. Leuk, hè? Ja, dat zijn leuke dingen. Ja, van die kleine dingetjes zijn dat. We gaan naar 1957. De nieuwbouw is klaar. En wie anders dan aannemer Henk Koning heeft dat gemaakt? Die man is te verschrikkelijk belangrijk geweest. Aannemer Koning zat bij jullie om de hoek. Ja, die zat bij ons op de hoek. En mocht de gebroeders. De gebroeders, hè? Hendrik Jan en Jan Hendrik. Ja. Hendrik, nooit getrouwd. Nooit getrouwd, ze hadden één zuster en die deed de boekhouding. Ja, die stond ook toch bij Hek in de winkel of zoiets? Nee. Dat was
wel een koning. Dat was van de dameskoning van de grote krocht. Oh, die. Van juffrouw Anna en zo, van de schooljuffrouw. Ja, ja. Daar was de drie dames. Maar de heren Hek, die hebben daar getimmerd. Nee, de heren... Sorry, de heren koning. Koning hebben daar getimmerd en ja. gemetseld. En, ja. Nou, dat werd feestelijk geopend. De Wurf was erbij. Alle stamhoofden ja. van verenigingen ja. erbij. De burgemeester heeft geopend. Ja, die heeft de pers in werking gezet. Jij was erbij. Ik was erbij, ja. Ik was nog een kleine jongen. Ik mocht rondgang met koekjes en gebakjes. Heb je zelf ook zitten eten? We hebben zelf ook gegeten. Ja, 's avonds heb ik niet meer gegeten. een Jeroen Bluis, die hoor ik ook steeds als een ja. vaste kracht daar. Ja, Jeroen is, nou, die is ook met 14 jaar, die zat op de grafische school. En als je van de grafische school afkwam, dan moest je daar, nou, dan moest er werk gezocht worden. Dus oude Martin Bluis kwam op een gegeven moment met zijn zoon binnen in de drukkerij. En, want die zat ook in het grafische werk, die zat bij Enschede. En, bij de Spanenstad. En... of er werk voor die jongen was. Nou ja, we konden nog wel een leerling gebruiken. Dus, want we werkten daar met een man of vijf. Fok, Eli, Co, Tom de Rode, Tony Dane en Gerard Kramer hebben ook nog bij ons gewerkt. En toen kwam Jeroen erbij. Is dat nou dezelfde die Jeroen die in Afrika... Ja, dat is Jeroen die in Oeganda zit. Ja. Die is in 89, 90 is hij bij ons weggegaan. En toen is hij naar de Witte Paters gegaan als lekenbroeder. Ja. Voor missiewerk te doen in Oeganda. De broer van Gert-Jan Bluis. Dat is de broer van Gert-Jan Bluis. Ik heb hem twee keer opgezocht daar ook. Dus hij heeft een kleine leuke boerderij met koeien. Hij maakt yoghurt, hij maakt kaasjes, want dat is voor de Europese gemeenschap daar, is daar toch weer handel. Geen drukkerij meer daar? Nee, geen drukkerij meer. Toch apart, hè? Ja. Nogmaals, ik kom nu weer bij Tom. Je hebt op 14-jarige leeftijd, spring je daar erin. Als ik nou eens ga uitrekenen, dan heb je daar 46 jaar gewerkt. Dat heb je goed gerekend, ja. Maar er is wel wat gebeurd, want op een gegeven moment neem je de zaak over. Ja. Van Petergem. Ja. Stopte mee. Ja, Eli stopte ermee. En Co, die heeft nog een jaar bij ons gewerkt. En in 89 hebben we de zaak van de gebroeders overgenomen. Dat is wel een beslissing die je dan neemt. Dat was een beslissing. Ja, die beslissing moest ook, voordat ik 50 werd, wilden we dat gedaan hebben. Want anders ben je te oud. Te oud. Ja, te oud om weer een hele start te gaan maken natuurlijk. We gaan weer even naar de muziek luisteren. Na 22 jaren in dit leven maak ik een testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit geducht. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit hoewel ze uit de mode zijn. Ze hebben wil, die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan een broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier het adres na van mijn kroeg, waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen, die wel opgevoed en zeer verstandig zijn. En waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders er al klein. Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep. Ik behoorde immer tot die groep van mensen, voor wie het geluk toch altijd harder liep. Aan mijn vrienden laat ik gaarne het vermogen om verliefd te worden op een meisjeslag. Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen, maar wie het eens proberen wil, die mag. Mijn vriendinnetje, ik laat jou alle nachten, dat ik tranen om jouw ontrouw heb gestort. Maar onthoud dit wel, ik zal geduldig wachten tot ik lach, omdat jij ook belazerd wordt. En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen, dat wil zeggen, hij heeft toch gelijk gehad.
ouders is het album met de plaatjes die zo vals getuigen van een blijde jeugd. Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes die een kind opvoeden in eer en deugd. En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug die ze mij te veel geleerd hebben die tijd. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen groot te worden zonder diepe rouw en spijt. En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden, maar die hebben al genoeg van mij gehad. Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden, alle drank die ze van mij hebben gejat. Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen, die neem je mee zolang je verder leeft. En dat was Boudewijn de Groot met het nummer Testament, afkomstig van het mooie album Wonderkind aan Zee. En Boudewijn de Groot was natuurlijk heel vaak in Zandvoort, maar woonde die eigenlijk ook in Zandvoort? Ja, dat weet Tom de Rode. Nou, ik weet wel dat zijn tante woonde twee huizen verder bij ons, in het oude huis van de schilder Veenstra. Daar heb de Groot gewoond en dat was een oom of een tante van Boudewijn de Groot. Oké. Okay. Kijk. Ja, ja, je praat hier wel met een oude Zandvoorter. Ja, maar ik dacht zo misschien voor de Zandvoortse tegelroute, dat het Walk of Fame, dat hij misschien daar thuis hoort. Maar dat is dus niet zo. Lieve luisteraars, we zijn aan het praten met Tom de Rode over de drukkerij van Petergem. En we hebben al een heel stuk geschiedenis met Tom doorgenomen. We gaan eventjes terug naar de drukkerij zelf. Tom, jij komt er als 14-jarige jongen binnen, als letterzetter. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Jij zit achter een soort tikmachine en dan ga je tikken. Nou, maar hoe werkt zoiets? Nou, dat nog niet meteen hoor. Je komt in de drukkerij binnen en dan moet je eerst leren die grote letterkasten. Want eerst moet je het handwerk doen. Daarna mag je, dan word je handzetter. Daarna kan je pas doorstromen naar de machinezetter. Goed, even de handzetter. We hebben allemaal thuis wel van letterbakken die als versiering werken. In elk vakje zitten dan zoveel A'tjes en B'tjes en C'tjes en D'tjes. Ja. Die moet je er met je nagels uitpeuteren. Nou, dat valt wel mee hoor. Hoe gaat dat? Nou, je hebt dus, dat staat op een bepaalde volgorde. De E heb een heel groot bak. De A zit rechts beneden. En zo zit dat allemaal door de war. Maar wel, als je ervoor staat, dan heb je in je linkerhand de Z-haak. Dat is zo'n schuifhaak. Die kan je op een bepaalde maat zetten. Er zijn diverse maten. Want zoals je weet, is de typografie. Toen was het 12-delig stelsel. Die spraken ze ook over Cicero's of Augustijnen. Dus, maar tegenwoordig, met het intreden van de computer, is dat allemaal op centimeters overgegaan. Dus dat is een vergelijking die niet meer past. Maar goed, je staat voor die bak. Je staat voor die bak en dan moet je eerst die bak uit je hoofd leren. Want daar zitten al die letters in, die losse letters, voor de grootte, voor de koppen. En dan moet je dat ga je dat zetten in die haak op een bepaalde maat. En daarna krijg je dus in ons geval dan de advertenties voor het Zandvoorts Nieuwsblad wat bij ons gedrukt werd. Dan kreeg de zetmachine, die had dan al het kleine voorwerk gedaan. Dat krijg je dan en dan moet jij daar een advertentie van bouwen. Met koperen lijnen als kader. Allemaal in het lood natuurlijk. Dus dat was wel zwaar. Hoeveel weken ben je daarmee bezig voordat zo'n krant eruit kwam? Nou, dat was altijd wel een jaagpartij. We begonnen woensdags, 's morgens, met platzetten. En platzetten, dat verstaan wij onder de tekst die je, de kolommen die je in de krant leest. Dat was woensdags, de hele dag zetten. En daarna, dat was dan voor de machinezetter. In die dagen daarvoor had je ook nog gewoon het het losse werk, hè, het particuliere werk, rouwkaarten. Ja, dan komt iemand binnen, ja, mijn vader is overleden, rouwkaart maken. Ja. Alles aan de kant gooien. Dan wordt er even alles aan de kant gegaan en dan wordt er een rouwkaart in elkaar gezet. En dan komt meestal de doodgraver, de uitvaartverzorger heet dat deftig, die komt langs en die gaat met de proef naar de familie toe. Wordt goedgekeurd, man komt terug. En we gaan draaien. Dat wordt er even zo tussendoor geschoven. En dan ging je weer verder met je
werk voor de krant. Want en die moest vrijdag in de bus liggen. Vrijdags moest hij in de bus liggen. Donderdags was voor de helft nog platzetten, nieuwtjes. En dan gingen de proeven naar Kees Kuiper toe, de uitgever van de krant op de Zeestraat. Dan moesten we om een uur of vijf, zes brachten we daar de proeven. Die keken het na. Die duwden dat 's nachts weer bij ons in de bus. En 's ochtends om 8 uur begonnen we met het corrigeren. Want er zat altijd wel een foutje in of een verandering. Daarna werd er opgemaakt vrijdagmorgen op de pagina's. En dat ging dan op de pers. Meestal was het 4 pagina's, ook wel eens 6. Dus dan eerst 1 en 4 en dan 2 en 3. En daartussendoor nog een tussenvel. En dan vouwen. En om 2:30 stonden de krantjongens voor de... Dat vouwen ging toch wel machinaal, hè? In eerste jaren is dat nog allemaal op de hand gegaan. Ik denk dat zo rond 1960... We hebben hem ook nog eens een keer een half jaar bij een binder, bij Alblas, ondergebracht. Die vouwen moesten ze heen rijden en terug. En nou, dan kwamen de kranten gevouwen aan. En dan kwamen de jongens voor de krant. Daarna, rond 65, hebben we denk ik een vouwmachine gekocht. Maar ik kan het nog steeds niet voorstellen. Als je woensdagmorgen begint met Zandvoorts Nieuwsblad en je moet alles met de hand zetten en dergelijke. Hoe krijg je dat? Moesten jullie s'avonds doorwerken? Nee, er werd flink aangepoot. Om te beginnen, we begonnen om 8 uur. Hoeveel machines hadden jullie? We hadden 1 zetmachine. 1 grote zetmachine. Dat was een oude zetmachine, die kwam bij het Haams Dagblad vandaan. Dus jij kan ook blind tikken. Als jij dat moest tikken op een gegeven moment. Ja. Op een gegeven moment op de zetmachine had wel een ander toetsenbord als de schrijfmachine. Maar je moest flink aan de bak. En flink... Nee, maar het is onvoorstelbaar. Kees Kuiper komt met A4'tjes getikt aan met nieuwtjes. Jij moest alles overtikken. Ja, wij tikten alles over. Alles over. En dat werd dan in de loodzetmachine gedaan. En dan kreeg je van die reepjes lood met tekst in spiegelbeeld. Op die looie staafjes. En de grote koppen, dus het handwerk, dat werd dan samengevoegd tot een advertentie. Of tot de opmaak. En dan werden er pagina's van gemaakt. Het is slavenwerk. Het was inderdaad. Onvoorstelbaar. Als de krant gedrukt was, vrijdags, moest je dat hele spul weer uit elkaar halen. Er zaten dus wel diverse advertenties in die een vaste advertentie plaats had in de krant. Die bewaarde je. Die bewaarde je, weer een touwtje eromheen en dat werd weer op de plank gezet. Dus al die lettertjes die dus gezet waren, die werden weer losgehaald en die gingen dan weer in het bakje. Ja, ja, en die, ja, de grote koppen moesten weer gedistribueerd worden en het oude lood, dat werd weer op planken gezet. En dat werd weer omgesmolten tot staven en die staven kwamen weer terug boven de zetmachine en dit ging dan in de loodpot. En dan maakte hij zo het hele werk. Geachte luisteraars, Cor en ik zitten met open bek te luisteren. Het is ongelooflijk. Ja, het grafische vak is wel heel erg uitgekleed met de komst van de computer. Maar Tom, je had niet alleen het Zandvoorts Nieuwsblad, je had ook het Hervormd Kerkblad, je had weet ik veel hoeveel kranten. Ja. Die kwamen er dan ook tussendoor. In de voorweek hadden we de Zandvoortmail. Dat was dan het voetbalkrantje van Zandvoort Meulen. En dat werd dan ook geschreven heel veel door Eli van Petergem. Die was secretaris van Zandvoort Meulen. Nou, die deed dan ook de correctie. Hij keek alles na. Hij maakte het op en het werd gedrukt. Dat waren dan 4 pagina's op 1 vorm. En dat werd een schone weerdruk gedaan en dan gesneden. En dan ging het dinsdag naar de plakploeg in het clubhuis van Zandvoort Meulen. Daar zat een plakploeg. En die verzorgde dat het op de post kwam. En dan hadden we nog wel meer periodieken. We hadden de draadgeleider van Kousenfabrieken in. Uit Haarlem. Daar drukten we het maandblad, personeelsmaandblad voor. Voor de sportfondsenbad. Voor de organisatie. Daar hadden we een periodiek die kwam om de 2 maanden. En bekend werd in de carnavalstijd. Was natuurlijk de Scharrekoppenkrant. Waar de Edo van Tetro de redactie voerde. En dan die was ook niet makkelijk. Nee, die was niet makkelijk. Had je de halve pagina opgemaakt, zegt hij, nou, ik denk dat we dat stuk, kon de halve pagina weer, stond hij naast je bij de opmaak. Dat moest je wel erbij hebben, want... En wel vrolijk blijven. En wel vrolijk blijven, maar het waren altijd leuke tijden. Maar ik begrijp dus uit het hele verhaal dat je nooit op vakantie kon. We gingen om beurten, gingen steeds 1 op vakantie. Anders ging het niet. De laatste jaren, dus...
daarna, toen wij de drukkerij overgenomen hebben, hebben we zelf wel een weekje vakantie. Ja, want je zegt wij, jouw broertje Gert-Jan, die kwam er op een gegeven moment ook bij. Ja, mijn broer Gert-Jan kwam er op een gegeven moment ook bij. 1969 is hij erbij gekomen. Ja. Die ging dus voor drukker leren. Ja. En die heeft dus... Hoe is dat om als twee broertjes daar in de zaak te staan? Goed. We konden heel goed met de grom. Hij zat aan de ene helft en ik zat aan de andere. Dus je had in feite... Nooit ruzie gehad met elkaar? Nee, eigenlijk nooit. We hebben geen ruzie gehad. Jij zette, hij drukte. Hij zette. Even ik zette en hij drukte. Dat is dus in 1989, toen we de zaak overgenomen hebben. Bleven we eigenlijk met z'n tweeën, met z'n drieën. Co is nog een jaar bij ons gebleven. En toen zijn we met z'n tweeën doorgegaan. Wanneer is die winkel afgestoten? Want ik kan me niet herinneren dat die winkel lang nog is gebleven. Die winkel in de Kerkstraat 28. Ja, daar heb naderhand is Peters daarin gegaan. Ja. Ook nog met boekhandel en zo. En daar naderhand is het, nou ja, werd het. Ja, dat zal in de 70. Een kledingwinkel. Ja, dus het is kinderkleding. Ja, kinderkleding. En daarvoor heb er nog een leerwinkel in gezeten. Uit Haarlem, die had daar een soort dependance. Maar als je gaat kijken, het is echt een groot herenhuis. Ja, het is een groot herenhuis. Heel bijzonder, heel bijzonder. Jullie hebben ook voor VNU en voor Martinair gewerkt? Ja, wij hebben voor VNU en Martinair gewerkt. Wij waren de huisdrukker van de VNU. Wij drukten al het huiswerk en de enveloppen en dingen. En voor Martinair, voor de partyservice, hebben we heel veel gedaan. We hebben trouwens, dat zijn wel leuk... Het menu wat toen bij de handtekening van het convent van Maastricht, dat de koningin daar de handtekening heeft gezet, hebben wij de menus mogen drukken. Dat moest helemaal in geheim gebeuren. Geweldig. We gaan weer even naar de muziek. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozem de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozem van de non. Kreeg de nozem van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag. En haar ogen puilden uit. Ja, haar ogen puilden uit. En zeker heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leve de liefde, zei Pieterman galant. Maar juffrouw Janssen die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Maar daar dacht ieder dat ze het maar verzon. Dus ging ze naar de kapelaan en verklikte daar de non. En verklikte daar de non. Dat, zei de kapelaan, is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk. Dankzij juffrouw Janssen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was. Dat het gras verboden was. De non en de nozem die gingen op de bon.
Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon, eindigde de liefde van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar, letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar. En dat was Cornelis Vreeswijk. En je hebt vast wel de titel van het nummer weten te ontdekken. Dat was De Nozem en de Non. Ja, ja. Lekkere muziek van die tijd. Dames en heren, we zijn aan het praten met Tom de Rode over de hele historie van de drukkerij van Petergem. En net tijdens de muziek, toen de muziek werd gedraaid, begon Tom verder te praten over alles wat te maken had met de drukkerij. Hoe hij moest werken met al die bladen. Maar ik zeg het verkeerd, het heet geen bladen. Een glij. Een glij. Een gelei waar de waar de opmaak op was, dus de pagina, de losse stukken. Vertel, wat je net tegen me zei. De losse stukken werden, dus de advertenties en de tekst, werden op een gelei opgemaakt tot een pagina. Die pagina's, die moesten dus naar de pers toe. Nou, dat was altijd van hoog naar lood, laag, zwaar. Lood, het was zwaar. Maar het ergste was altijd, als je dan te veel tekst had, en dat wilde Kuiper, de redacteur, er toch nog wel in hebben, dan moest je een kolom in de rug maken. Een kolom in de rug wil zeggen dat tussen pagina 2 en 3 werd een grotere ruimte gecreëerd. En dat gebeurde allemaal op de pers. Dus laag werken. Dus gebogen werken. En er werd er dus, wat anders de rug was, werd nog een kolom tussen gezet. En die moest je dan, dus dat was allemaal los. En dat moest dan weer tot één vorm gemaakt worden. Dus dat was knoeien en er moest er niks verkeerd gaan. Want ja, het was toch wel jagen, maar je moest wel je hoofd erbij houden. Er moest een paginalijn gemaakt worden. En dan komt er iemand langs voor geboortekaartjes en trouwkaarten en dergelijke. De klant is koning, dus ja. Je blijft vriendelijk. Dus die werd dan weer opgevangen door medewerker. En dan had de pers kon draaien, want dat was het belangrijkste. Die pers moest draaien, want om 2 uur kwamen de krantenjongens. En dan moest hij gevouwen staan en dan moest hij op stapeltjes liggen. Afgeteld van bundeltjes van 50. En dan kon Kees Kuiper, de ene krantenjongen had 150 kranten. En de andere had er 200, hing van zijn wijk af. En die kwamen dan, die werden uitbetaald. En die gingen met hun krant vrijdagsmiddags Zandvoort in. Ongelooflijk, Tom. Tom, als je nou dit allemaal vertelt en je ziet nu hoe het nu is met de computer. Het wordt de computer ingevoerd. En voordat je op de druk verzenden computer zet, is het al gedrukt. Ja, de intrede van de computer heeft dus het hele grafische vak eigenlijk teniet gedaan. Het is over. Het grafische vak zoals wij het geleerd hebben, dat bestaat niet meer. Nee. Het gaat van de computer, het wordt opgemaakt op de computer. Het wordt doorgezonden naar de platenmaker. De platenmaker hoeft denk ik die plaat eruit te halen. Die wordt in de machine gehangen. En er wordt gedraaid. En er zijn al machines. Dan gaat het van de computer naar de machine. En het boekje met het nietje erin komt achteruit. Het is mooi natuurlijk. Want je kan de toekomst niet tegenhouden. Er wordt niet meer getild. Er wordt niet, nee. Deze revolutie. Die vandaar. Op een gegeven moment was ik op een leeftijd dat ik in de fut kon. En wij hadden te veel, we hadden flink moeten investeren, wilden we bijblijven. Dat was in 2004? Ja, in 2004. Toen wij werkten al heel veel samen met Gert-Jan Bluis van Nederlof Repro. En hij maakte voor ons de films. En wij drukten voor hem klusjes. Toen hebben we dus dat samengevoegd. En is de drukkerij in 2004 overgenomen door Gert-Jan Bluis. Met mijn broer erbij. Want die zat bij de koop ingesloten. Die is met alle machines zijn naar de Krukjes gegaan. En die draaien daar nog steeds. Die persen draaien nog steeds. En jij werkt er ook af en toe voor. En af en toe mag ik nog wel eens helpen. Een pakje wegbrengen op dorp. Of naar een oude klant ben ik van de week nog geweest. In Limmen. Daar hebben we de kerstboeken voor. Want die tijd begint alweer. De kerstkaarten uit te zoeken. En zo probeer ik nog een steentje bij te dragen. Overigens mag best wel eens een keer gezegd worden, Gert-Jan Bluis van Nederlof, wat hij voor de Zandvoortse verenigingen allemaal doet, is ongelooflijk. Ja, hij doet heel veel. We praten daar nooit over, maar nee. Deze man, als je daar naartoe gaat,
hij werkt met kortingen en af en toe dan zegt hij, ik help je wel eventjes. Die man is echt heel belangrijk voor het verenigingsleven. Ja, dat kan je wel stellen. Hij doet eigenlijk wel... Ik zeg altijd wel, je moet wel oppassen dat je niet te veel gaat doen. Laat ze dan de kostprijs betalen of zo. Of een gereduceerde korting. Want deze tijd is het heel slecht in de grafische wereld. Kan je echt, het is heel slecht. En nou ja, dat ligt ook aan de economie. Je kan niet meer zeggen alles voor niks. Of dat is onmogelijk. Nee, ik kan me voorstellen. Maar nogmaals, ik constateer dat hij erg belangrijk is voor de gemeente Zandvoort. Dat kan je vertellen. We gaan nog even naar de muziek. Kwam zij hier steeds voorbij. Smalle schouders, donker haar, haar ogen stonden blij. Maar voor we echte vrienden waren, ja dat duurde toch nog lang. We hebben nachtenlang gepraat, tot de morgen kwam. Ze zei toen, Rocky, ik was toch nog nooit zo verliefd. Ik weet niet wat er gebeurt, want er komt toch wel meer bij kijken dan wat kussen en een flirt. Ik zei toen, kop op meisje, vertrouw op mij, onze liefde is echt. Want als je mij een beetje helpt, komt alles wel terecht. We zochten toen een kamer en bij elkaar. We sliepen samen op de grond en zagen geen gevaar. Onze harten bleven branden door de liefdesvlam, tot ze op een dag vertelde dat er een baby kwam. Ze zei toen, Rocky, ik heb nog nooit een kind gekregen. Ik wil het jou graag geven. Maar het dromen is nu wel voorbij in ons jonge leven. Ik zei toen, kop op meisje, vertrouw op mij. Als al het moeilijk gaat, ik help je toch zo goed ik kan. We kunnen het samen aan. Ze schonk me toen een meisje. Oh, wat was ik trots op haar. We leefden in een paradijs en hielden van elkaar. Goede maar ook slechte tijden, we hebben alles gehad. Tot aan die dag dat ik horen moest dat zij niet lang meer te leven had. Ze zei me, Rocky, ik ben zo bang om nu al te sterven. En wat hierna dan komt, is er dan soms een heel nieuw leven achter de horizon? Alleen mijn kleine meisje heb ik nu nog maar. Soms voel ik tranen branden, want ze lijkt precies op haar. Maar als ik soms vertwijfeld ben en niet meer door wil gaan, pakt ze steeds mijn hand en kijkt mij met grote ogen aan. Ze zegt dan, Papi, ik was toch nog nooit alleen en weet nog niets van het leven. Ik ben toch nog zo klein en kan alleen maar liefde geven. Ik zeg dan, kop op meisje, vertrouw op mij. En dat was Don Mercedes met het nummer Rocky. En we zijn weer verder bij het laatste blokje van het programma. ZFM uit Zandvoort, Pieter. Inderdaad, Cor. Ja, als er nou Zandvoorters zijn die zeggen, ik weet niet waar die drukkerij ligt, waar we het steeds over hebben van Petergem, dan zou ik zeggen, ga dan in ieder geval vandaag of morgen het duintje van de dokter omhoog. Oftewel het kerkpad. En dan zie je op een gegeven moment een gevel aan je rechterhand waar een beeldje in zit, of een beeldwerk van Edo van Tetterode. En daarachter was de drukkerij. Overigens, ik ben er net nog even langs gelopen. Er zit weer een grapje in dat beeld van Edo van Tetterode. Want de K
van Drukwerk staat in spiegelbeeld. Ja, 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 dat is Eide van Tetrode. En er hoort ook eigenlijk nog een Z duiveltje bovenop. Ja. Maar dat is er een keer afgereden met gladheid. Oh. Dus daar kwam de vullersauto, want vroeger was daar niet zoveel ruimte. Nee. En de vijandsauto kwam achteruit en die gleed weg en die reed tegen dat kopje. Dat kopje is er nog wel. Dat is dus bij de familie die er nu in woont. Want ondertussen is het dus een woonhuis geworden. En dat kopje is er wel, maar het is er nog steeds niet opgezet. Tom, waar ik me nog steeds over verbaas. Je hebt net verteld hoe druk jullie het hadden en gespannen tijden samen met je broer als de kranten gemaakt moesten worden. Hectisch. En dan komt er allerlei werk tussendoor van kaartjes en dergelijke. Als je nou griep had of je was ziek, hoe moest dat? Je kon eigenlijk niet ziek worden. Je moest eigenlijk, je liep door. Ik heb het wel een keer gehad dat ik gordelroos had. Nou, dan kon je eigenlijk, nou, je stond je stijf van de pijn en nam je wel je sprintje. En dan ging je gewoon verder. Maar ja, als je een griepje had, dan bleef je in je bed liggen. Tot je broer belde van, nou, ik moet even een plaat hebben of iets dergelijks. Nou, dan deed je een deken om, je kleedde je warm aan. Je werd met de auto voor de deur gebracht. Gauw naar binnen. Je deed je werk. Je zorgde dat alles klaar was. Je keek nog even of hij papier genoeg had. Je sneed nog wat papier voor hem. Want hij bleef drukken. En dan ging je weer naar huis. En dan, nou, dan zweet je met een flinke grok. Zweet je. En na 1 of 2 dagen ging je weer naar de drukkerij. Want ja, het werk moest door. Je kon eigenlijk, als je met z'n tweeën werkt, kan je niet ziek worden. Nee. Dus daar ben je ook nauwelijks geweest? Ik ben dat gelukkige omstandigheid dat ik dat niet geweest ben. Geweldig. We hebben een hele geschiedenis nu van Petergem doorgelopen. De panden van de burgemeester Engelbertstraat en het kerkpad en de kerkstraat. Als je nou terugkijkt op deze periode, Tom. Hard werken. Het was hard werken, maar het was een hele vruchtbare en hele gezellige periode. Er kwamen ook veel mensen over de vloer. Dus je had ook je contacten. Die kwamen gezellig gewoon een praatje maken. Er waren erbij, vooral na de zondag kwam er maandags altijd de voetbalspecialisten bij Eli. Om even de wedstrijd nog door te nemen. Dat die had die goal en dat was beter. Dus dan stond er wel af en toe 2, 3 man te kletsen. Om het zo maar te zeggen. Af en toe was het wel eens te veel. En de jongens, nu weg, want nu moeten we werken. Want het waren lui die dan, nou ja, de gasopnemer die kwam dan langs. Of de man van het pen. Die werkte allemaal op dorp. En die kwam dan nog even de wedstrijd nabeschouwen. Dat was altijd wel gezellig. Maar soms werd het wel eens te druk. En zo was het eigenlijk de hele week dat mensen langskwamen, ja, voor een praatje. Ja, die kwamen langs. Of ze kwamen werk brengen. Bleven even hangen voor een praatje. Nooit tijd gehad om garnalen te vissen in die periode. Nee, in die tijd, dat moest echt op zondags gebeuren. Ja. Want in die tijd werd er ook nog zaterdags gewerkt. Ja. Tot 12 uur. En dan kon je wel 's middags weer naar strand. Maar nee, dan is het nu beter de tijd. Kijk, en de garnalen die lonken je nu toe. En de garnalen die lonken me toe. Want ik weet dat de ploeg al naar strand gaat. Is. Dus jij wil er ook nu naartoe? Ik denk dat ik straks eens even ga kijken op Post Zuid hoe ver zal zijn. Even een vergietje halen. Nou, ik stop. Tom, ik vind het ongelooflijk wat je allemaal in je leven hebt gedaan met de drukkerij. En dan ook nog wetende dat je jaren, tientallen jaren secretaris van de renningsbrigade bent geweest. Altijd actief op de renningspost bent geweest van de renningsbrigade. Hoe je dat voor elkaar hebt gekregen, ik word er al moe van als ik eraan denk. Ach, dat valt wel mee. Als je flink in de running blijft, dan loopt het een in het ander. Ja, nu denk je, hoe heb dat allemaal kunnen gebeuren? Maar toen had je dat gewoon, je deed het gewoon. Ja. Je was aanwezig. En je bent nog steeds goed gezond. Volgende week ben je jarig. Ik ga niet vertellen hoe oud je wordt. Dat is maar beter ook. Het is nog geen kroonjaar. Nee. Enorm bedankt voor je komst naar de studio. Ik hoop dat de luisteraars ook genoten hebben, net zoals wij genoten hebben van jouw verhaal. En lieve luisteraars, volgende week dan hebben we weer een bijzonder verhaal. Rob Petersen, u kent Rob Petersen ongetwijfeld van het circuit Zandvoort, waar hij al jarenlang de speaker is, die alles weet van het circuit, een wandelend archief is eigenlijk. Hij komt hier praten over het leven van Rob Slotemaker. En Rob Slotemaker kennen we natuurlijk allemaal van naam, maar hij weet ook de hele geschiedenis van Rob.
En daar komt hij volgende week zaterdag over praten hier in de studio, rechtstreeks in ZFM Oud-Zandvoort. Cor, het was weer een bijzondere dag vandaag. Maar je vergeet even, er is een gastpresentator volgende week. Ja, Jaap Koper. Die is hier en die gaat Rob Petersen interviewen. Jaap Koper weet ook alles van circuit. Dus ik ben benieuwd wie het meest aan het woord is. Ik hoop dat Jaap Koper ook Rob Petersen laat uitpraten. We zien hoe het gebeurt. Overigens, Rob Petersen, dat weet ik. Die stond op nauwelijks 20 meter afstand toen Rob Slotemaker verongelukte. En weet alles daarvan. En het is nog steeds heel emotioneel voor hem. Dat is dus volgende week. Cor, enorm bedankt voor de muziekkeuze, voor de techniek. Robbie Brouwer is ook binnen. Fijn dat je er bent, Rob. Toekomstig technicus, hoop ik. Het is een hele bijzondere uitzending geweest over de drukkerij van Petergem. Tom de Rode, bedankt. Het ga je goed. Dankjewel, Peter. Van ZFM via de kabel op 104.5.